ene kant vind ik het ook wel leuk, weet je wel. Je bent toch altijd al wel bezig en ja, aan de ene kant vind ik het hartstikke leuk om ook om te werken, zeg maar. En ja, je hebt dan eigenlijk wel gewoon een soort van vast ritme. En dat zorgt er wel voor dat ik eigenlijk gewoon mijn nest uitkom en dat ik gewoon hier 's ochtends aan de werkvloer ben en gewoon aan het werk ben. En dit is eigenlijk, zeg maar, hoe we dan die orders eigenlijk klaarmaken. Zodat we alles gepakt hebben, een doosje, alles in een doosje en dan klaar om te versturen natuurlijk. Eigenlijk de constructie, zeg maar, door de week dat ik hier eigenlijk gewoon aan het werk ben, nou ja, dat is eigenlijk van 's ochtends tot aan 's middags 1 uur. En dan vanaf dat moment gaan we aan het bord staan en gaan we trainen. Toen ik jong was, zeg maar, keek ik heel veel darten en ik vond het zo onwijs gaaf, het publiek en de entourage en alles. En dat is eigenlijk wel de hoofdredenen, zeg maar, om de professionele kant op te gaan. En ja, sindsdien dat ik het zelf doe en zelf ook op dat podium mag staan, zeg maar, ja, dat geeft gewoon zo'n geweldig gevoel. Het geeft je kippenvel, het geeft spanning, ja, het geeft echt van alles. En ja, dat is gewoon onwijs kicken. Ik ken Jeff toen hij 15 was. En de kroeg waar wij kwamen, kwam Jeff ook. En Jeff was 15 en die liep daar rond als kleine jongen. Ja, wij waren ook klein, maar hij was de kleine jongen. En hij was heel erg opvallend. Het was al opvallend dat het een goede speler was. En we waren al vanaf dag 1 al goed bevriend. Dat was heel kort eigenlijk. Gewoon sindsdien nog steeds contact. En nog steeds trainen. Jeffrey is een voorbeeldige jongen geweest. Zeker in zijn jeugdjaren tot ja, eigenlijk tot nu nog steeds. Ik bedoel, een lieve, brave jongen. Na een jaartje, toen zag je echt wel dat hij uitsprong qua niveau. En toen zijn we dus, zeg maar, lid geworden bij een grote vereniging in Den Haag. En toen is hij dus, zeg maar, landelijk ook competitie gaan gooien. Toen hij in Ahoy stond, op uitnodiging voor de Premier League. Ja, als daar 5.000 of 10.000 man gaan zingen en dan de naam van je zoon zingen, ja, dat kippenvel over heel je lichaam. Dus. Goh, ja, dat gevoel, dat het gebeurt natuurlijk in een split second, weet je. Als die laatste pijl in de dubbel gaat, dan vreugde, je bent hartstikke blij dat je natuurlijk gewonnen hebt. En eigenlijk, het moment zelf, dat kun je eigenlijk niet beschrijven, zeg maar, wat je voelt. Hört euch das mal an. Jeffrey de Swaan Gesänge in Rotterdam. De afgelopen 2 jaar heb ik het natuurlijk heel moeilijk gehad, ook mentaal, fysiek natuurlijk, zeker vanwege mijn schouderblessure. De resultaten waren er niet. Ik ging natuurlijk van plek 20 ging helemaal terug naar plek 47 op de orde gemerkt van de wereldranglijst. Dus ja, dat waren gewoon moeilijke tijden. We zaten natuurlijk ook in een coronapandemie en dat hebben we het gewoon heel zwaar gemaakt, maar ook mentaal, weet je wel. Ik zag gewoon aan mezelf dat ik niet meer mijn niveau haalde als wat ik toen haalde en dat heb mentaal best wel gestruggeld, zeg maar. Ik denk dat hij wel mijn humeur kan beschrijven, in ieder geval. Ja, ik was heel eerlijk, ik was niet meer mezelf. Nee, na lange tijd. Maar dat is ook logisch, want je drang tot presteren is zo groot. En als het dan ook gewoon echt niet meer gaat, dan kan ik begrijpen dat een impact heeft op je humeur. Ik kan heel goed begrijpen dat hij soms gewoon even buiten zinnen was.
maar dat hoort erbij, daar is de sportman voor. En sportmensen hebben een hekel aan verliezen. En als je verliest door een blessure, dan is dat dubbel zo pijnlijk. Ja, en heel eerlijk, wij zijn geen doktoren, dus wij weten natuurlijk niet wat wel en wat niet goed is. Okay. Dus hij ging ervan uit dat alles wat tegen hem verteld werd, in eerste instantie, dat dat ook zo was. Ja. En ja, achteraf bleek dat, na de second opinion, dat er natuurlijk wel wat anders aan de hand was. Maar ja, daar ga je in eerste instantie niet vanuit. Want je gaat ervan uit dat natuurlijk een specialist jou weet te behandelen en exact doet wat goed voor jou is. Ja, precies dat. Oké. Ik wil me gelijk hopen. Zo? Ja. Vertel, wat is er gebeurd? Ja, er zit nog steeds een verkalking eigenlijk waar ik afgelopen tijd ook zeg maar, last van had. Mm. En er zat nog een stukje nog op mijn biceps pees. En die hebben ze net gelijk weggespoten. Dus uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat ik geen last meer ervan heb. Schouderblessure, dat... Ja, dat is iets wat, daar ontkom je niet aan en als je dat hebt, ja, dan is dat heel erg vervelend. En de laatste 2 jaar is die daar zeker op de ranglijst wel behoorlijk mee gezakt. En het gaat op het ogenblik gaat het weer goed en moet hij weer op de weg terug zien te komen. Het systeem is aangepast, er is een behandeling geweest, er is nog een keer een behandeling geweest. En nu uiteindelijk de derde en hopelijk de laatste behandeling. Ja, inderdaad. En dan gaan we, ja, we zijn op de weg terug. En dat merk je ook aan de prestaties. Die zijn er weer. En langzamerhand zit er echt wel een stijgende lijn in. En we hopen dat we, en dat is voor ons denk ik de target, dat we sowieso het WK gaan spelen dit jaar. Dat is de target die we ons een beetje gezet hebben. En dat we de tourkaart kunnen behouden. Blij als het dadelijk helemaal opgelost is natuurlijk en dat hij gewoon weer op zijn oude niveau terug kan komen. Dat is eigenlijk het streven voor hem zelf natuurlijk, om gewoon weer bij de top te horen. Als ze het bisher gedaan hebben, dan zullen er niets passeren. Met de Gordon van Schweiz. Ups, de Gordon van Schweiz! Schießen en last aus, für Tops! Für die Doppel-10. Und Jeffrey de Swan holt sich hier noch ein Break. 10-7. Große Leistung. Oh. Und der Misslink für Dave Chisner. Und jetzt gleich für den guten Mann 2 Matchstarts. Und damit Matchstart und der erste Sitz. Die Sensation. Hier geht weiter. Der Run von De Swan scheint kein Ende zu nehmen. Der junge Mann aus den Niederlanden. Ik ben er 100% van overtuigd dat deze jongen gewoon wereldkampioen wordt. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. Als ik daar niet van overtuigd zou zijn, dan zou ik moeten opstappen. En ja, ik heb het altijd gezegd. Hij heeft echt wel de potentie om uit wereldkampioen te worden. En jij durft nee te zeggen? Ik ga volledig met hem mee. Ik ga volledig met hem mee. Ik heb het altijd gezegd. Het is gewoon moeite te beschrijven of hij het wel kan halen of niet kan behalen. Tuurlijk kan hij dat. Denk je het zelf ook? Uiteraard. Het is alleen, het is eigenlijk meer eigenlijk het moment wanneer het gaat gebeuren, denk ik. En dat het gaat gebeuren, dat denk ik zeer zeker.